We zijn onderweg naar een camperplaats bij de Druyense Duinen. Weer een gratis plaats. En dan gaan we eerst kijken of die bevalt. En anders gaan we door naar een andere. We zijn aangekomen bij de Loonse en Druyense Duinen en staan op de parkeerplaats. Ja, het is een geweldige plek, gelijk bij de ingang van de wandelroutes. Nou, maar kijken hoe mooi wij daar staan, alleen niet officieel. Maar er staat nog een collega camperrij daarnaast, die hebben hier vannacht ook gestaan. En er kwam wel politie. Maar die kwam meer voor de jonge lui. Dat was 9:50 en de avondklok geldt. En ze hebben hun niet eens aan de camper geklopt. Dus daar gaan we er maar van uit dat het hier gedoogd wordt. Nou, eens kijken hoe mooi we hier staan. Dat zijn de buurtjes dan. Nou, dit is ons uitzicht vanuit de camper. Stoeltjes neergezet. Een heel vrij uitzicht hebben we hier. Blijf hier lekker staan vannacht. Hier weer weg, want we hebben het aan de hoteleigenaar gevraagd. We mogen hier niet blijven staan.
echt verboden. Het parkeerterrein is van het hotel. Maar we hebben een SVR-camping gevonden op 1,5 kilometer afstand. Daar gaan we nu naartoe om te kijken of daar een plekje is. Het is nu de volgende dag. We hebben goed geslapen. Beetje koud. We zijn bezig met een nieuwe wandeling met de Komoot. Van 16 kilometer. Tot nu toe is het heerlijk hoor. Lekker stil, vogeltjes. Ja, het bos valt weinig te filmen, alleen maar bomen en joken. Maar het is een heerlijke wandeling en hartstikke rustig hier. Kom even kudde schapen tegen. Schaapsherder en zijn hond. En we hebben weer stralend weer hè, vandaag. Het wordt dan wel drukker. Een stuk van het bos zit hier vol met zulke kuilen. En we hebben het nagevraagd. Waarschijnlijk is het van bommen uit de Tweede Wereldoorlog. We hebben het gevraagd aan de schaapsherder. Die heeft er verstand van. Hallo! Hoi! Ik heb een beetje bewegend beeld en misschien een beetje scheef beeld met deze camera. Nou, willen we graag een nieuwe camera, een GoPro. Maar we zoeken sponsors. Dus willen jullie even doneren, dan krijg je ons rekeningnummer.
heerlijk fijn wandelen door het zand. Heerlijke bedjes onder mijn tenen gekregen. Mooie zandbedjes. Toch wat uit. Hé, hoor. Ja, kijk eens. Wat je mooi zei, hè? Pardon? Je mooi. En hele mooie villa's hadden ze ook al, die bosbeheer. Ja. Zit daar nog zand in? Ja, het doet ook een beetje schoenenwerk te klein. Het zit nog wel onder zoot hier. Hij bokken sowieso drie. En dan komen we daar om het hoekje en wat staat hij dan? Het oogdak van de koffietent. Ja, ook. Zit hij verderop. Zo'n Citroën HS. Ja.
Ja, een beetje een groot houten weg. Alleen een rare dikke heb ik erbij. We zijn weer bijna thuis. Na een prima weekend met mooi weer op de Drunense Duinen. En meer weet ik niet over te vertellen. Nou, vonden jullie het filmpje leuk? Neem een abonnementje, dat is gratis. En een duimpje omhoog vinden we ook leuk. En een reactie ook. Wat kan jij nog wat zeggen? Nou, wij zouden Brie nooit lopen. Ja, we zijn bijna thuis, hè? Benieuwd.